Ah, hier zijn onze dames. Op plaats 3 bij de dames op de lange afstand. Met de modder op de borstnummers. Op plaats 2 bij de dames, Lien Lansens. Maar ze heeft al een paar keer haar klasse getoond en ook in Reti Unbeatable, Jurite Visser. Geef zijn daverend applaus onze drie dames. Judith in laatste instantie ingeschreven, toch geen spijt van? Nee, ik heb er zeker geen spijt van. Ik moest ook wel, want je moest 5 tenminste deelnemen om aanspraak te maken op het eindklassement. En omdat ik Etten-Leur niet mee heb kunnen doen, niemand. En Waalwijk heb ik ook overgeslagen. Moest ik vandaag wel aan de start komen. En bovendien is het vlak bij huis. Ik woon net over de grens in Valkenswaard. Dus dan is dit niet zo ver rijden. Nu, je hebt helemaal geen risico genomen. Dat was van bij de start, de blok erop. Ik had het mountainbikeparcours niet verkend. Omdat het moest voor 1 uur. En toen stond het echt te stortregenen. En toen dacht ik, nou, ik zie het wel tijdens de wedstrijd. En het was af en toe wel echt oplettende bochten met wortels. Hè, dat je net zo je achterwielen geen grip hebt. Maar absoluut geen risico genomen. Toen ik wist dat mijn voorsprong groot genoeg was, heb ik dat gewoon, ja, gewoon rustig aan blijven doen. Goed opletten en nergens forceren. Judith Visser aan de leiding en stevig aan de leiding met de dames. Op het fietsparcours, wat was het leukste? De single tracks of de modderpartijen? Ja, het was modder op de single tracks. Maar ik ben meer van het snel mountainbiken. Dus, en technisch, daar werd ik ook door de mannen vaak voorbij gestoken. Dat heb ik niet zo goed onder de knie. Dus ik heb liever van die brede dreven en dan mogen er best wat plassen op liggen. Heb je onderweg toch even gedacht van, oei, ik moet een beetje gas terugnemen, want ik ben slecht aan het doseren? Nee, het enige wat ik overwogen heb is stoppen en wat lucht uit de banden laten. Omdat ik dus niet verkend had, wist ik niet hoe vettig het parcours lag en hoe erg de wortels waren. Maar ik denk als ik gewoon rustig blijf doen in de bocht wat ik net zei, dan val je niet. Als je goed blijft opletten. Dus dat heb ik wel heel even overwogen. Dat is de ervaring van de cyclocross. Juist, dat weet u nog. Ja. Ik heb een seizoen heb ik gecyclocrossed. Maar ja, dat was voor mij te kort eigenlijk. Hè. Dat was maar 3 kwartier. En dit gaat nog maar omdat je moet lopen, zit je stuk genoeg natuurlijk. Prima. Judith, bedankt voor het interview. U ook bedankt. Merci.